Vanavond ga ik met de kist naar Maarten van Rossum, de historicus met altijd een ongezouten mening. Ik ben benieuwd of hij over de dood ook zo uitgesproken is. Ik ben eigenlijk 100% zeker van dat het dood is dood en dan is het afgelopen. Het mechaniek houdt op. Goedenavond. Dag. Herman Wechter. Maarten van Rossum. Hallo, leuk te ontmoeten. Ik heb iets verderop een autootje staan met een doodskist erop. Ja, maar daar wou ik niks mee te maken hebben met die doodskist. Wil je hem ook niet even zien? Nee. Nee? Nee, ik weet precies hoe doodskisten eruit zien. Is dat dan een soort van weerstand tegen doodskisten? Nee, of? Dat is het niet. Nee, ik Wat zie is het eigenlijk meer als een soort infantiele symboolpolitiek. Okay. Dat zo'n kist erbij moet zijn als je in dit programma over de dood spreekt. Dat lijkt me eerlijk gezegd nergens voor nodig. Nou, dan laten we hem lekker staan. Mag ik dan wel binnenkomen? Dat mag, ja. Fijn. Zonder kist. Op zich heb je wel passende kleding aan voor een uitvaart dagelijks, of niet? Nou ja, dat is één groot voordeel van mijn kleding. Is dat ik kan zo onverwacht naar een crematie zonder dat ik mij hoef te verkleden. Maar is het zo dat het een soort van dat jouw zwarte kleding een voorliefde voor het thema dood verraadt of zo? Het heeft er niets mee te maken. Het zwart kleed slank af. Mijn vrouw klopt mijn kleding al 30 jaar of zo, als dat niet langer is. Zij is daarmee begonnen. Het is gewoon toevallig zo ontstaan. Ja. Maar ik vermoed dat als jij zou sterven, dat je dan ook in zwarte kleding tentoongesteld wordt, of niet? Kan me dat totaal niet schelen. Nee, want je bent dood, dus als ze mij in roze Little Pony kleding willen begraven, dan moeten ze vooral in gang gaan. Oh ja? Dat lijkt me ook wel betrekkelijk ironisch, maar dat is een groot gevaar. Ik heb dat bij sommige mensen gezien. Die dan eigenlijk ook over hun dood heen willen regeren. Want de crematie moet op de 5 minuten geregeld worden. Denk alle details, dat je die muziek draait. Dat ik die kleding aan heb. Dat je niet 1 maar 2 stukjes cake serveert. En daarna flink wat jenever. Of juist helemaal niet. Dat is niks voor jou? Nee. Nee? Nee, ik laat het volledig over aan mijn familie. Wat was de eerste keer dat je met de dood in aanraking kwam? De eerste keer. Ik heb veel scherpe herinnering aan mijn grootvader. Wat herinner je dan bijvoorbeeld? Dat ik een toespraakje moest houden, dat herinner ik me eigenlijk. Oh ja? Ik ben de oudste kleinzoon, dus dat kwam op mij neer. En eigenlijk vond ik dat wel leuk om te doen. Ja, weet je nog wat je gezegd hebt? Nee. Nee? Ja, ik heb iets gezegd over dat hij een curieuze opa was. Het was niet een lange toespraak. Ik heb natuurlijk mijn vader toegesproken, die is al 20 jaar geleden plotseling overleden. En daarbij dacht ik, dat herinner ik mij nog heel goed. Het is toch jammer dat hij niet heeft kunnen luisteren naar die... dat je eigenlijk niet de gelegenheid hebt gehad. Ja. En dat geldt natuurlijk voor heel veel kinderen waarvan de ouders plotseling overlijden, om die dingen tegen je ouders te zeggen, als ze nog leven, die je dan wel zegt als ze dood zijn gegaan. Wat bijvoorbeeld? Wat heb je toen gezegd waarvan je dacht, dat was toch mooi geweest als ik dat tegen hem had kunnen zeggen? Nou ja, hoezeer wij geprofiteerd hebben van zijn praatlust, van zijn wetenschappelijke interesses, van zijn wonderlijke belangstellingen, rare uitspraken. Mijn vader heeft een enorm verbaal paleis gebouwd waar wij gedeeltelijk als kinderen in konden wonen. Ja? En herinner je, want jij zegt hij overleed plotseling. Herinner je dat nog heel goed, dat moment dat je dat hoorde? Ja, ik werd opgebeld, tweede kerstdag 1990. Tweede kerstdag? Ja, dat moet je nou verder geen speciale betekenis aan hechten, lijkt mij. Maar ja, en ik was al enorm verrast. Dat was 71. En ik had de laatste keer dat ik hem gezien had, stond hij daar met een glaasje jenever en een sigaretje in de hand. En nou ja, wij dachten toen toch, hij heeft nog jaren eraan. Ja. Ziet er goed uit. Ja. We hadden helemaal, ik althans had totaal niet verwacht dat hij zou overlijden. Het ging ook enorm snel. Ja. Hart hield ermee op. En klaar is Kees. En, wat herinner je nog van dat moment dan, dat je gebeld werd? Ik was beteuterd en licht geschokt. En het duurt enorm lang voordat je dat, laten we zeggen, verwerkt hebt dat hij dood is. Ja. En nog, hoor, als die telefoon dadelijk zou gaan en hij zou zeggen, met je pa, zou ik zeggen, god ja.
He, ik wist niet dat er een hemeltelefoonverbinding was, maar nu weten we dat dan dus zeker. Dat zou ik denken, ja. Is het nog steeds niet helemaal geland dan of zo? Blijft het nog steeds een beetje... Het zit anders. Al die mensen die dood zijn gegaan, je grootouders. Ja. In mijn geval beide ouders nu ook, omdat ik natuurlijk op leeftijd begin te geraken. Die zitten volop levend in je hoofd. Ja? Dan kun je horen praten, je denkt aan ze op bepaalde momenten, bij een lichtval of als je op een bepaalde plek bent. Dan... Maar bij je vader bijvoorbeeld, hoe zit hij dan in jouw hoofd? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, bij vooral natuurlijk in de allereerste plaats alles wat te maken heeft met de evolutie, met insecten. Mijn vader was entomoloog, daar denk ik altijd aan. Ik las laatst een boek over insecten. Ja, god, eigenlijk jammer dat ik het hem niet op zijn verjaardag cadeau kan doen. Ja, dat denk ik wel. Heeft dat veel impact op je leven gehad, plotseling overlijden van je vader? Kan je dat nu zeggen, terugkijkend? Nee, ook weer niet. Ik vond juist, nu we zeg maar dik 20 jaar verder zijn en deels zijn generatie veel ouder is geworden dan begin 70. En een deel daarvan dus ook onderhevig aan een vaak gruwelijk aftakelingsproces. Nu denk ik vaak, nou, het is eigenlijk heel benijdenswaardig zoals hij er aan zijn eind geraakt is. Dus terugkijkend denk je, het is wel mooie goed. Dood. Zoals, ja? Ja. Ja. Want hoe is dat bij je moeder gegaan? Nou ja, mijn moeder is langdurig afgetakeld. Die is pas vorig jaar overleden. In het jaar dus dat ze 91 zou worden. En eigenlijk waren de laatste 6-7 jaar een aangrijpend en voor alle partijen buitengewoon onaangenaam aftakelingsproces. Ja? Ja, waarbij geleidelijk natuurlijk toch een toestand van totale dementie intrad. Waarbij je eigenlijk dacht van ja, wat was het een zegen geweest voor haar, maar voor iedereen. In zekere zin ook voor ons, hoe egocentrisch dat ook mogen klinken. Dat ze overleden was, weet ik veel, toen een jaar of 83 of zo, toen het proces begon. He, want ja, dat gaat een heel sluipend. Je hebt dat in het begin ook niet in de gaten. Nee. De broodjes verbranden in de oven. Ja, de eerste keer denk je nog, dat kan gebeuren. Ja. Te laat, niet opgelet. Maar ja, als de broodjes altijd verbranden, begin je toch te denken van... Wat was het punt waarvan jullie wisten als kinderen van, nu is het echt, het is gewoon niet goed? Ja, ze was dus gevallen. En vanaf dat moment was het sukkelen geblazen. En ze had nog hele goede mantelzorg, zoals dat toch tegenwoordig geloof ik heet, van mensen in de buurt en zo. Echt aandoenlijk goed. Ja. Nederland is in allerlei opzichten best een aantrekkelijk en goed land. Maar goed, men zei ook, de mantelzorgster zei, ja, het gaat helemaal niet meer. En dan moet iemand zijn huis uit. En dat is misschien wel het allergrammatischste moment dat iemand zijn huis uit moet. En naar een verzorgings... Kun je ze even een moment beschrijven uit dat aftakelingsproces wat je is bijgebleven? Nou, allerlei momenten. Ik weet niet, het is een heel blasfemisch moment. Dus jullie zullen het misschien wel niet uitzenden, denk ik, maar... Mijn moeder was in een zeer christelijk verzorgingstehuis terechtgekomen, genaamd Rehobot. Volgens mij een locatie die slechts 2 maal wordt vermeld in het Oude Testament, als ik het wel heb. Maar ja, er waren vaak op zondag ook religieuze uitzendingen. En op een goed moment, het geeft wel aan natuurlijk dat ze toch aan het dementeren was, dacht ze dat ik de Heer Jezus was. Oh ja? Ja. En ik moet zeggen, vrij kort daarna, zei ze ineens tegen me, dus ik dacht, kennelijk is deze fase weer voorbij van... Je bent helemaal veranderd, maar niet in je voordeel. Welk moment vond jij zelf voor jou zwaar in die aftakeling van je moeder? Ik vond de hele laatste fase vond ik zwaar. Ja? Wij gingen er elke zondag heen. En ik vond dat altijd vreselijk. En ik was eigenlijk dolblij dat mijn vrouw bijna altijd meeging. Want die stond er toch wat losser tegenover en die had een... Maar beschrijf eens wat jij dan zag of meemaakte wat je zo vreselijk vond op zo'n bezoekje. Ja, dat mijn moeder het op beschreven zette. Ook als je ging wandelen. Vroeger was ze dol op de natuur, op planten. Ze was een groot tuinierder. En ja, dat zei God maar... Hoor je net de merels, kijk eens even wat leuk, de lelietjes van Dalen. Nou ja, maar wat dat soort van prietpraat zal ik maar zeggen. Maar dat zei er eigenlijk helemaal niks meer. Ze was eigenlijk voor een belangrijk gedeelte voor elke vorm van redelijk contact onbereikbaar geworden. En kon er dus plotseling op hun schreven zetten, wat ja, toch enorm pijnlijk is. Ik kan het niet anders noemen. Het is iets wat ik niemand toewens.
Heb je wel eens gedacht toen van dit kan mij ook overkomen? Als je dan met je moeder aan het wandelen was? Daar denk je natuurlijk vrij uitgesproken aan. Dat dit kan iedereen overkomen. Hè? Dus je denkt eraan je denkt voornamelijk, je hoopt dat ik dood ben voordat dit proces in feite in mijn brein start. Ja, dat is wat je denkt. Vandaar dat ik nu zeg, bij mijn vader, wat een zegen dat die man op zijn 71ste overleden is. Die was nog in prima orde. Dus je herinnert je hem ook als zijnde in prima orde, als een vitale bejaarde. Ik moet mijzelf dwingen om te denken aan mijn moeder zoals ze was voor die tijd. Ja, mijn vrouw zegt wel eens van het wordt tijd dat je je moeder nu herinnert zoals ze was en niet zoals ze eigenlijk moet. Dat is natuurlijk een ander aspect van de dementie, is dat het helemaal niet meer de persoon is die jij hebt gekend. Hè? Wat zeg je dan als je vrouw dat zegt? Dat ze groot gelijk heeft. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat ik mij daar ook naar kan gedragen natuurlijk, want jij, je hersens zitten zo in elkaar dat ze van allerlei dingen doen en denken en waar je eigenlijk niet zoveel controle over hebt. In die zin is natuurlijk ook ons wonderlijke verlangen om min of meer eeuwig oud te worden en altijd vezelrijk voedsel tot ons te nemen en een gezond leven en voortdurend dan sport te doen en zo, om maar zo oud mogelijk te worden. Ik weet niet of het wel zo'n verschrikkelijk verstandige strategie is om zo oud mogelijk te worden. Hè? Nee, kijk, je kunt nog een fijn gezond lichaam hebben. Mijn moeder was een groot wandelaar, nooit gerookt, nooit gedronken, hè? Dus een enorm gezond leven. Ja. Dan kan je hart, dat kan nog gezellig doorkloppen terwijl je hersens eigenlijk de dienst al opgezegd hebben. En dus, wat is de conclusie daarvan, van wat je nu zegt? Nou, misschien voor jou? Toch na je 70ste weer eens aan de jenever en aan de sigaretten. Dat zou wel. Ga je dat doen? Nee, denk ik niet. Maar je denkt wel eens dat zou een mooi scenario zijn eigenlijk. Dat je niet zo verrekte oud wordt dat je hersens de dienst opgeven voordat de rest van het mechaniek de dienst opgeeft. Dat is in mijn geval natuurlijk ook veel minder waarschijnlijk, want ik heb een veel minder gezond leven geleid als mijn moeder. Ik ben een paar jaar geleden aan mijn hart geopereerd, wat natuurlijk toch dik is, hoe je dat ook beschouwt, althans in fysieke zin. Ja. Dus ik heb al een beetje goede hoop dat ik niet zo oud ga worden, niet in die toestand. Het klinkt bijna alsof je je best doet om niet oud te worden. Nou, niet te oud. Ja? Wat is dat dan? Niet te oud? Dat weet niemand, omdat je toch wel geneigd bent om de zaak op te schuiven. Ja, want als jij... Ik woon nu 68 in een week of 4. Dat is vanuit mijn perspectief al gezien al oud. Onwaarschijnlijk oud. En als jij zegt ik wil niet te oud worden, hoe oud wil je dan worden? Dan hou ik het nu 82. En daar zou ik erg tevreden mee zijn. En dan mag ik zo pok doodvallen. Ja? Ja, kunnen jullie deze uitzending nog een keertje herhalen. Wat als jij nou over een paar jaar voor de derde keer de broodjes aan laat branden? Ja, het lijkt me gruwelijk. En dan? Stel dat het als je denkt dat het het begin is van een structurele aftakeling, dan moet je denk ik maatregelen nemen. Zodanig dat je voordat je helemaal de hoek om bent, geestelijk, er op een fatsoenlijke wijze een eind aan kunt maken. En dat zou je dan ook doen? Ja, ik hoop dat ik tegen die tijd de moed heb om dat te doen. En wat is het dan aan die aftakeling zo erg dat je zegt, ik wil daarvoor? Je bent hetzelfde, mens niet meer. Je bent eigenlijk al dood, maar bij het volle leven. Gek genoeg, mijn moeder was er niet meer. Er was een ander wezen wat woonde in de restanten van mijn moeder, maar mijn moeder zelf was er niet meer, nee. Dus in die zin ben je dood. En is het dan voor je nabestaanden dat je dan zegt van nou, ik ben dan toch mezelf niet meer? Ja, het lijkt me ook voor, als ik terugdenk aan hoe het met mijn moeder is gegaan, lijkt het ook voor mijn nabestaanden eerlijk gezegd een zegen als ik op tijd er een punt achter zou kunnen zetten. Maar misschien ben je wel dolgelukkig als je helemaal... Dat zou kunnen, mijn moeder was heel ongelukkig in haar dementie. Ja. En je hebt ook heel mensen die dement worden en in een soort van vredige sluimer raken. En ze dan elke dag een bakje gele vla krijgen, dan kunnen ze nog even voort. Ik weet niet hoe dat in mijn geval zou zijn. Hè? Want je meest basale persoonlijkheid borrelt omhoog. En ik weet niet of die bij mij wel zo enorm aardig is als ik nu lijk. Nou, wat denk je zelf? Ik kan wel vrij onaangenaam zijn. Ik heb al geleerd om dat goed te verbergen, maar kan er ineens uitschieten. En wanneer zou voor jou dan het moment zijn dat ze dat ze eruit hebben gemaakt? Dat is wisten. Hè?
Geen idee. Staat niet, nee. Je hebt natuurlijk geen aantekeningen in de agenda staan van... Ja, maar je zou het dan van tevoren aan moeten geven, toch? Ja, je moet het wel aangeven. Dus en wanneer is dat dan? Geen idee. Maar is dat dan, zeg je dan bijvoorbeeld tegen kinderen van, nou, als ik jullie niet meer herken, nou, dat, dan is dat, het punt? Nee, of, dat punt moet lang daarvoor liggen, lijkt ja? Me. Ja? Oh ja? Ja, als je kinderen binnenkomt, je denkt, wat zijn er voor regen, heer, wat is het? Dat is niet best, dan ben je al een heel eind op weg. Sterker nog, dan ben je volstrekt dement. Ja. Als je je maar dan meest, wil je er niet meer zijn. Naaststaande niet herkent, nee, dan zou ik er niet meer willen zijn, nee. Weten je kinderen dat? Ja, dat weten ze ongetwijfeld, ja. Ja? Ja, dat hebben we dat over gehad, ja. En je vrouw, heb je het met je vrouw ook over gehad? Ja. Wat zegt die ervan? Oh, die zegt altijd van ja, je doet nu dapper, maar we gaan eens even kijken hoe je je gaat gedragen als het daadwerkelijk zover is. Oh, ja? Ja, en dat heeft ze natuurlijk scherp gezien, omdat dat voor iedereen de grens van leven en dood natuurlijk toch een hele ingrijpende zaak is. Verwacht zij iets anders dan wat jij nu zegt? Nou, dat zou best kunnen. Hè? Je denkt van ik wil nog één dagje erbij, ik wil nog één maand erbij nog. Hè? En dat kan. Ja. Je gaat smokkelen. Ik wil toch nog de lente even zien. Ik wil, ik wil nog even de krokussen zien bloeien. En als je de krokus hebt zien, dan denk je toch even nog de seringen. En nou ja, voordat je het weet, ik wil toch de bomen nog een blad zien raken. Ja. Zo. Voordat je het weet, heb je er een heel seizoen op zitten natuurlijk. Dus je sluit niet uit dat je toch gewoon nog 96 wordt? Ik sluit helemaal niks uit. Als ik je zo wil praten, heb ik het gevoel dat je eigenlijk wel bijna klaar bent om te sterven. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Ik geloof dat niemand echt. Dan moet je weten dat je doodgaat, van mijn gevoel. En er zijn natuurlijk allerlei redenen om te denken, ik wil best nog een paar jaar leven. Ja, maar best nog een paar jaar. Dat heeft te maken met dat er tal van aspecten zijn van het leven, en nu, die ik enorm aangenaam vind. Ja. Denk eens aan je kleinkinderen, om maar een kleinigheid te noemen. Ja, dat zijn nu peuters, en, nou ja, van het baby's naar het peuter- en kleuterstadium. En dat is geweldig leuk, want wat is er leuker dan kleinkinderen? Ze zijn namelijk even leuk, misschien nog wel leuker dan je eigen kinderen, zonder de verantwoordelijkheid. Tegen de tijd dat je er moe begint te worden, worden ze afgevoerd in zo'n autozitje. Dus in die zin zou ik niet willen zeggen, ja, aan de andere kant, als jullie nou morgen in de krant lezen dat ik plotseling dood ben gevallen nadat de cameraploeg de voordeur achter zich dicht had getrokken, dan moet je niet in langdurig geween of gelamenteer uitbreken, want ja, 68, ik had liever nog een paar jaar eraan toegevoegd, maar... Als jij sterft, heb je dan al, weet je dan nu al hoe jouw afscheid eruit zou moeten komen te zien? Nee, een blauwdruk klaar liggen? Daar begonnen we mee. Ja. Nee, die heb ik niet, want ik wil dat. Ik vond die mensen die over hun graf heen wilden regeren, dat vond ik niet verstandig. Dus betekent dat je niks je hebt? Nee, ik laat dat volledig over aan mijn vrouw en kinderen. En of die er dan een begrafenis of een crematie of... Nou, ik wil gecremeerd worden, opgeruimd staat netjes, maar dat weet iedereen wel, dus dat is geen probleem. Ik kan me voorstellen dat het voor je kleinkinderen leuk is om nog leuk of goed of mooi is om dan nog ergens het graf te kunnen bezoeken. Ja. Nee, daarvoor heb ik hele andere voorzieningen getroffen. Ik heb een hele reeks van colleges op cd gezet. Colleges? Ja. Voor je kleinkinderen? Ja. Nou ja, voor mijn kleinkinderen. Maar ik heb vaak gedacht, als ik nou al jaren dood ben, dat die kleinkinderen dan bij elkaar zitten en zeggen, god, herinner je opa nog? Nou ja, vaag, maar we hebben hier die cd's nog liggen, laten we hem eens even opzetten. Hè? Laten we eens even... Een college over... Nou, ik heb een hele reeks van die dingen gemaakt over de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog, nou, een heleboel. Ik koop ze vooral. Het is jammer dat ik ze niet omhoog kan houden, maar... Ja, en dat ze daar dan aan luisteren en dat ze dat nog wel leuk vinden, dat zou ik dan wel een goed idee. Het is heel wat beter dan zo'n graf te gaan bezoeken. Ik ben er eigenlijk 100% zeker van dat het dood is dood en dan is het afgelopen. Het mechaniek houdt op met lopen. En daar ben je 100% zeker van? Ja, daar ben ik eigenlijk 100% zeker van, ja. Wetenschappelijk moeten wij zeggen 99,9999999. Maar gesteld dat ik verwissel het tijdige voor het eeuwige en Maratje zegt, daar sta ik bij Petrus aan de poort en zeg van Rossum, denk je dat je naar binnen mag terwijl je hele leven nergens aan geloofd hebt? Hoe is dat, wat denk je daar dan van?
En dan zou ik zeggen, nou, u zult zien dat het voor de hemel een enorm genoegen is als ik naar binnen mag. Want ik kan er eigenlijk elke zaterdagmiddag een ontzettend leuk college geven over dingen. Je hebt daar het eeuwige leven, dus je moet een beetje leven in de brouwerij blijven. Dus ik kan van alles uitleggen hoe dat nou eigenlijk zit. Hè? Maar die optie die is er niet voor jou, want jij zegt van ik ben 100% zeker dat het niks is. Ja, nee, die optie is er niet voor mij. Dus je hebt niet ergens een ruimte van, nee, nou, het zou ook gewoon klaar. Ik moet zeggen, het eeuwig leven is toch een beetje een infantiele wensvervulling. Het eeuwig leven is natuurlijk onzin. Eeuwig leven is een contradictio terminis, eeuwig leven. Hè? Het leven heeft alleen maar betekenis en spanning omdat het niet eeuwig duurt. Maar niets heeft zin in een eeuwig leven. Hè? Want je kunt niet zeggen, vanmiddag zat ik achter mijn bureau, maar ja, de zon scheen. Een mooie herfstmiddag was het al. Ik ga even in het park lopen. Maar als je eeuwig leven hebt, kun je ook morgen in het park gaan lopen. Over 1000 jaar. Of over 1 miljoen jaar. Of over 1 miljard jaar. Je kunt ook 1 miljard keer in het park gaan lopen. Dat kan allemaal. Ja, als je er zo'n voorstelling van maakt, dan kun je nog voorstellen, gesteld dat je een soort theoretische verhandeling over de hemel zou moeten houden. Dan zou de hemel zo ingericht moeten zijn dat iedereen in het soort hemel komt wat hij zichzelf wenst. Als ik nou in een hemel kom waarin ik in feite voorlopig in staat ben om al die boeken te lezen die ik nu wel gekocht heb, maar nog niet gelezen, dan dat zou wel leuk zijn. Ja. Maar goed, nogmaals, en hoor, je weet 100% zeker dat het niet gebeurt. Nee, zo is het. Dus het is pure speculatie. Ja. Ik vind het wel interessant dat je er zo stellig over bent, want vaak zeggen mensen, ik denk dit, maar ik weet niet helemaal zeker. Ik ben er heel stellig over. Ja. Afgelopen 3. Volgens mij zou je het wel heel leuk hebben gevonden om, als jij sterft, op je eigen afscheid een verhaal te houden, of niet? Ik heb vrij serieus nagedacht over het scenario dat ik natuurlijk een camera huur. Ja? Als ik nog goed bij de tijd ben en dat ik een toespraak hou over mezelf. Die bovendien, zoals altijd bij al mijn toespraken, veel te lang duurt. Dus al misschien al wel 5 kwartier of langer. En dan zal ik steeds denken van, goh, dat is ook nog leuk. En ja. Dat heb ik wel aan gedacht. Ja, ik hoop maar dat nog niet gedaan. Nee, ik hoop dat mijn ijdelheid tegen die tijd niet zo groot is dat ik dat ga doen. Want wat zou je in ieder geval willen zeggen dan? Dus even die stiet voor je, dat jouw nabestaanden zijn, dat jij houdt de toespraak. Wat wil je in ieder geval gezegd hebben? Nou, dat wordt al gauw natuurlijk sentimentele kletskoek, dus dat ga ik nou allemaal niet verklappen, want ik vind wel dat dat geheim moet blijven totdat de plechtigheid daar is. Dus jij zou wel dus voor de sentimentele kletskoek gaan op je eigen afscheid? Ja, ik denk dat er wel sentiment in zou zitten, ja. Ja? Zeker wel. Maar dat zou natuurlijk helemaal in strijd zijn met wat ik eerder allemaal verteld heb, dat ik niet over mijn dood heen wil regeren. Ja. En zo, ze zitten er allemaal in dat zaaltje, je zit al voor je in dat crematorium. Ja. En dat dan die man komt zeggen van, dames en heren, wellicht voor onverwacht voor u, maar de overledene zal u de komende 5 kwartier toespreken. Het is, nou ja, nu ik eraan zit te denken, is het wel een bijzonder aantrekkelijk scenario. Het is mooi. En ik kan moeiteloos zo'n monoloog houden. Ja, nou, maar doe eens iets dan. Iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik in ieder geval zeggen. Dat ik toch over de hele linie erg veel plezier heb gehad in het leven. En dat ik mij besef, en dan kom ik terug op dat punt, dat dat te maken heeft met de uniek gunstige omstandigheden waarin ik geleefd heb. Dat kan overigens nog morgen veranderen, bij wijze van spreken. Wie weet, implosie van de euro. Daar zou ik mee beginnen, ja. Ja, en waar zou je mee eindigen? Wat zou een mooi einde zijn? Een mooi Maarten Verrossum einde? Ja, ik zou natuurlijk iets zeggen over mijn naaste familieleden. Maar dat ga ik niet verklappen. Want dat zou de verrassing niet zijn. Ja, want voordat je het weet zit ik hier eigenlijk dat verhaal aan te houden wat ik hopelijk pas over 15 jaar op video ga zetten. Ja. Wat zijn mooie laatste woorden voor jou? Wees niet al te treurig over mijn verscheiden. Ga naar buiten en kijk naar de krokusjes. Dankjewel. Tijd is om. Ja, ik kan nu beginnen met die 5 kwartier. Ja, ik ga je gang.